opengebroken op het moment dat Willem 2 scoort. Of dat het einde van de wedstrijd meer in zicht komt. Dat Willem 2 meer risico moet gaan nemen. Koopmeiners wordt niet lekker aangespeeld. Het is weer een fout achterin bij AZ. En nu wordt het afgestraft door Köhlert. Ja, 1-1. En AZ doet het allemaal zichzelf aan. Want het is bereik, zoals we zoveel passes hebben gezien op die manier. Eerst Pavlidis, die heeft de boer nog. Holmen, Nunnely. Controle is daar, ten naar binnen. Köhlert is aanspeelbaar aan de linkerkant. Misschien wat meer in de loop gemogen, maar de Duitser heeft hem. Köhlert, schept hem zo naar binnen. Ook dit kost weer geen enkele moeite. Er is wat ruimte bij Pavlidis. Die werd nog niet gezocht. Nu wel. Pavlidis geen buitenspel. Kan zo doorlopen. Pavlidis. Ja, dan is het wel raak. Pavlidis geen buitenspel. Kan zo doorlopen. Pavlidis. Ja, dan is het wel raak. Pikke Sadiki. Köhlert en daar is Pavlidis. RKC'ers stonden naar voren en voor de bal. Köhlert doet het rustig aan. Zoekt het duel op met Mulder. En schiet voorlangs, maar daar is nog wat onder, die raakt het zijn net. Daar gaat Köhlert. Het is geen buitenspel. Hij had niet de kans op de gelijkmaker. En daar is hij ook. 1-1. Köhlert. Nelom. En Maarten Paas. Köhlert met de hoekschop. Deze is aardig. Kubo, Sadiki, Yeboah en Lindhorst. Die bal is wat aan de korte kant. Maar Pasionik nog wel erbij. Köhlert onder die bal. Broussai en Köhlert. Mooie beweging van Köhlert. Lekker schot ook. Prima redding. Kiersbouw. Mooie beweging van Köhlert, lekker schot ook. En Nelly. Beste houdt daar af. Doet dat goed. Ook omdat Bakker daar in de buurt was. Köhlert. Ja, goede dribbel. En nu met buitenkantje links binnengeschoten. Wat een geweldige treffer. Köhlert. Ja, goede dribbel. En nu met buitenkantje links binnengeschoten. Wat een geweldige treffer. Omdat Dankelaar zich niet laat vangen. En je vindt Mulder niks van. Als Telgekamp eruit komt. Köhlert. En die schiet weer binnen, zeg. Nu vanaf. Als Telgekamp eruit komt. Köhlert. En die schiet weer binnen, zeg. Ladon vraagt. De bal komt uiteindelijk bij Köhlert. En Nunnely. Dat was lastig.